Fantastisch, dat wordt een gezellige middag. Dan wens ik jullie heel veel plezier met de voorstelling De Bonte Droom van het Circus. Ja, vandaag natuurlijk 3 voorstellingen van het Circus in de Zorg. Ja, nou, daar krijgen we dus heel veel leuke reacties van. Nee, we zijn natuurlijk deze week ook gestart en we hebben de buren ook uitgenodigd. De school waar we heel veel mee samenwerken, de Kubus. De feestdagen, kerst en Sinterklaas wisselen we de activiteiten uit. Zij komen hier naartoe, wij gaan daar naartoe. Omdat we ook heel graag willen verbinden. En als jij die kant op kijkt, dan zie je de poffertjeskraam aankomen. Thema circus dus deze week. En vandaag het hoogtepunt, 3 voorstellingen van Circus in de Zorg. Die gaan echt speciaal zorginstellingen langs. De hele week dus al activiteiten in het thema. We hebben van de week een goochelaar gehad. We hebben een ballonnenclown gehad. Een circus bingo hebben we gedaan. En gisteren met de wandelclub liepen de 2 clowns mee. Dus dat was, nou ja, dat zorgde natuurlijk voor een hoop lol onderweg. Gekkigheid. Maar ja, supergezellig. En vandaag, we hebben al 2 voorstellingen gehad. Zometeen de laatste, de 3e. Ja, de eerste 2 voorstellingen, maar ja, was geweldig. En wat ik daarnet ook niet verteld heb. Een circus in de zorg bestaat vandaag. Precies vandaag 20 jaar. Een hele fijne middag en heel graag tot ziens bij de Circus in de Zorg!